Hey, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Portret van. Dit keer een van de dames die al langere tijd aan het revalideren is. Maar het ziet er naar uit dat ze aan het einde van het seizoen hopelijk haar entree kan maken. Ik heb het over Anne van Zon. Anne werd begin deze eeuw geboren. Ze werd verliefd op voetbal bij VV Haarsteeg en via Stedoco werd ze speelster van de belofte van PSV. Maar in 2020 maakte ze de overstap naar Feyenoord. En daar deed ze het goed, want ze behoorde tot de eerste lichting die de stap maakte richting Feyenoord Vrouwen 1. Ik wist zeg maar, voor mijn blessure wist ik al wel dat ik het volgende seizoen door mocht gaan naar Vrouwen 1. Ja. Dus ja, toen was ik eerst super blij natuurlijk en... En op het moment van tekenen, toen was ze dus in de tussentijd net geblesseerd geraakt. Dus ja, toen was het wel weer een beetje dubbel natuurlijk. Kan me voorstellen. Ja. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel weer een heel blij moment. Omdat je als een van de eerste vanuit de belofte natuurlijk mocht gaan tekenen. Ja, dat was echt super vet. En ja, ik vind het ook super fijn dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven. Absoluut. Dat ik gewoon, ja, dat ik eigenlijk ondanks mijn blessure toch een contract kreeg. Ja. En ja, ik ben ook super dankbaar dat ik nu gewoon binnen de club mag revalideren. Want dat is natuurlijk wel echt hele goede begeleiding. Ja, absoluut. Kan je vertellen hoe dat gaat, die revalidatie? De eerste paar maanden was ik ook nog bij een andere fysio. Dus zeg maar buiten de club. Mm-hmm. Maar nu eigenlijk al best wel een tijdje weer dat ik gewoon helemaal binnen de club ben opgenomen in het programma. En dan train ik eigenlijk gewoon nu nog apart van de groep. En dan heb ik echt 1-op-1 begeleiding met de performance trainers daar. En ook met de fysio van ons eigen team. Dus dat is wel zo fijn. Je traint eigenlijk apart van de rest. Hoe zorg je ervoor dat je toch bonding krijgt met het team? Het is sowieso leuk dat ik nu ook weer dus op de club veel ben. En dan ook in de kleedkamer. En we eten ook 2 dagen op de club na de training. Mm-hmm. Dus dan zie ik ook iedereen. En natuurlijk met de wedstrijden probeer ik zoveel mogelijk mee te gaan in de bus. En bij thuiswedstrijden vind ik het nog wel eens leuk om toch het team te helpen op mijn manier wat ik kan doen. En dan bedien ik het scorebord of dan help ik een beetje mee met de muziek die wordt gedraaid met de opkomst en zo. Of met de warming-up. Ja. Ik kan me voorstellen als je ook op aparte tijden traint of niet bij de club bent, dat je toch wel dat stukje mist. Ja, klopt. Dat was op het begin ook wel even zoeken. Maar ik denk dat we het nu prima hebben opgelost. En ik zeg wel, het is soms nog steeds wel dubbel. Maar het voelt nu steeds meer als, het komt nu echt wel, het einde komt steeds meer in zicht. Wat is jouw belangrijkste doel voor dit jaar? Ja, mijn belangrijkste doel is natuurlijk weer helemaal fit worden. En ja, ik wil gewoon weer lekker veel spelen en trainen met het team. Ik hoop natuurlijk volgend seizoen dan ook weer hier te mogen zijn. En ja, dat ik dan belangrijk kan zijn voor het team. Want zoals ik al zeg, ik heb niet voor niks voor een teamsport gekozen. Dus ja, die momenten wil je ook gewoon met elkaar beleven in het veld. En dus ja, daar kijk ik echt super erg naar uit. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Je woont inmiddels in Rotterdam. Ja, ik woon inderdaad op kamers hier, omdat ik ook in Rotterdam studeer. Dus dan is het wel logistiek goed veel geregeld. Makkelijker. Ja. En hoe bevalt het op kamers? Ja, ik vind het echt heel fijn. Ja? Ja, het bevalt goed. Mooi. En word je ook zelfstandig van. En wat voor studie doe je? Ik studeer fysiotherapie en ik zit nu in mijn 2e jaar. Nice. Dus ik heb nog wel even te gaan. En hoe is het voor jou om alles te combineren? Ja, soms is het wel lastig, maar ik merk wel dat het op school, ik krijg het wel gewoon geregeld. Omdat ze natuurlijk weten dat ik hier voetbal, dus dan, dan is er altijd wel een optie, zeg maar. En soms is het dan moet je soms maar wat dingetjes uitstellen. Omdat voetbal staat gewoon op 1 en dat blijft het ook staan. Ja. Dus die diploma die komt wel. Misschien doe je er iets langer over als het uiteindelijk maar komt. Maar inderdaad, die focus op voetbal, dat is wel mooi om te horen. Ja, het is goed om die focus vast te houden. En we gaan hem nu even verleggen, want we gaan naar het vragenvuur toe. Zon of maan? Zon. Son or daughter? Daughter. Waarom?
Ja, als ik ooit kinderen krijg, lijkt het me ook wel leuk als ik dan een dochter krijg die ook gaat voetballen. Hardlopen of zwemmen? Hardlopen. Ja, daar heb je wat mee gedaan, hè? Ja, klopt. Ik deed vroeger nog wel eens mee aan hardloopwedstrijden. Maar dat was gewoon recreatief, dus verder niet in een competitieverband. Hoeveel doelpunten scoor jij in je eerste klassieker? Oh, in mijn eerste klassieker? Nou ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn als je dan weet te scoren. Maar ik mag wel blij zijn als ik er dan eentje scoor. Een dag op de Noordpool of een dag in de Sahara? Dan denk ik toch de Noordpool. Ja? Ja, Sahara is mij iets te warm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Bij de Noordpool kan je nog goed aankleden. Ja, daarom. Is er nog een celebration die je heel graag wil doen? Nou, als ik echt scoor, dan zou ik wel een Arabeer of een Radslag willen doen. Vet! Een tegendoelpunt voorkomen of een doelpunt maken? Nou, dan een doelpunt maken. Dat is natuurlijk altijd wel echt het leukste. Maar een tegendoelpunt voorkomen is ook zeker als verdediger wel echt heel belangrijk. Ik ben ook wel benieuwd, heb jij je rijbewijs al? Ja, die heb ik al sinds dat ik 17 ben. Dus al wel een aantal jaar. Nou, dat komt goed uit, want we gaan iets doen dat daar alles mee te maken heeft. Oké, kom maar op. Nou, ik ben benieuwd. Ze heeft haar rijbewijs en ze bedient het scorebord. Dan moet ze dus goed zijn met elektronische schermen. We gaan om en om racen, maar veel tijd om te oefenen is er niet. Eerst één rondje inrijden en wie dan in lap 2 de snelste tijd heeft, wint de challenge. Het was best wel pittig, hè? Ja, het was lastiger dan ik dacht. Ja, nou gelukkig hadden we allebei een oefenronde. Maar ja. Ik moet zeggen, het was met een gelukje gewonnen, want ik vond het echt heel lastig. Ja, nou, het is je gegund. Ik vond het in ieder geval heel gezellig vandaag. Dankjewel. Allebei voor de eerste keer gereden, dus dat was sowieso ja, leuk. Ja, precies. Heb jij nog een vraag voor onze laatste speelster Samantha? Voor Samantha, ik ben wel benieuwd of zij liever naar Brussel gaat of liever naar Parijs. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Mochten jullie nog een vraag hebben voor Samantha voor het Vraagvuur, laat het dan weten hieronder in de comments. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als dat zo is, doe natuurlijk even je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende! Doei doei!